Een van de dingen die belangrijk zijn was natuurlijk ook hoe gaan we naar dat stadion toe in de toekomst en hoe gaat het eruit zien. We willen wat nu eigenlijk gebeurt bij Feyenoord is dat die matchperiode die is heel erg belangrijk en mensen komen ongeveer een half uur van tevoren, drinken ergens anders wat, eten ergens anders wat, komen een half uur van tevoren naar de wedstrijd en gaan ook vrij snel weer weg. En eigenlijk is de ambitie om die pe die periode van aankomst zo lang mogelijk te rekken en ook mensen nog na de wedstrijd graag na te laten praten met hun vrienden. Um, en wat je dan dus daarvoor nodig hebt is een heel nieuw systeem van bereikbaarheid. Uh, niet alleen voor autoverkeer, uh, juist niet alleen voor autoverkeer, maar vooral ook voor publiek verkeer en voor voetgangers en fietsverkeer. En al die verschillende connecties, ik zal ze niet uitleggen, die zijn allemaal verschillend uitgelegd, zodat ze allemaal losgekoppeld zijn van elkaar. Waar ze hier allemaal door elkaar heen lopen, uh, koppelen we ze los. En heeft iedereen eigenlijk zijn eigen weg te gaan uh, naar die concours toe. Bijvoorbeeld, als je met de trein komt en dan kom je aan op het station, wat een volwaardig NS-station gaat worden. Het station hier. Vervolgens ga je naar de strip waar allerlei andere activiteiten plaatsvinden, waaronder de nieuwe megabioscoop en allerlei horeca- en sportvoorzieningen. En dan loop je zo naar het stadion toe en dan kom je geen auto meer tegen. En dan ben je gewoon echt onderweg naar dat stadion vanaf het station. Het Kan ook zijn dat Feyenoord gaat tickets verkopen met busvervoer organiseerd, busvervoer die iedereen oppakt uh, daar waar ze vandaan komen. Dan kom je bijvoorbeeld op een busparkeerplaats terecht bij het Mallegat Park. Uh, ga je vanuit het park uh, met een mooie verbinding dat concours op en benader je het stadion van die kant en kom je rechtstreeks op die concours uit. Ook hier kom je geen andere verkeersstroom meer tegen. En met de auto is er een strategie die er eigenlijk voor zorgt uh, dat auto's in verschillende lagen naar het stadion komen. Uh, parkeerplaatsen ver weg, bijvoorbeeld in de Beverwaard. Dan kom je met een shuttlebusje er naartoe. Een aantal parkeerplaatsen uh, nog daar omheen en maar een heel beperkt aantal parkeerplaatsen in de rechtstreekse omgeving van het stadion. Eigenlijk een man nieuwe manier van uh, dat uitleggen. Dat betekent dat je bijvoorbeeld als je 10.000 parkeerplaatsen moet leveren, bijvoorbeeld bij een Champions League finale, kun je dat doen in drie verschillende schillen. Uh, als er een wat kleinere, normalere wedstrijd aan de hand is, heb je alleen de eerste of de eerste en de tweede schil nodig. En dat wordt eigenlijk grotendeels opgelost door de strip waarin geparkeerd gaat worden en onder het stadion waar geparkeerd gaat worden. En uh, van de, dat is ook zo uitgelegd dat de toekomst daar rekening mee kan worden gehouden. Dus je auto niet meer parkeert, maar die komt je afzetten en die rijdt weer weg. En die gaat iets anders doen en die komt weer terug op het moment dat je weggaat. Dat we die ruimte ook weer kunnen gebruiken voor. Andere ruimte, bijvoorbeeld logistieke ruimtes of uh, bedrijven.